over de slechtvalken in de klokkentoren bij het oude stadhuis in Rijswijk. www.slechtvalkenrijswijk.nl. Tja, had het idee om een webcam te plaatsen. Want het is een hele bijzondere locatie dat hier die slechtvalken broeden. Want er is nergens in Nederland, bijna nergens in Nederland, zo'n plek dat ze zo laag broeden. Dus het is nu heel leuk dat hier dus nu ook een webcam geplaatst wordt. In de broedperiode, dus eigenlijk vanaf het ei, kan je dus de gehele ontwikkeling zien tot en met het uitvliegen. Normaal gesproken moet je dat dus alleen maar van foto's bekijken. Maar nu kan je het dus live kan je het dus bekijken. Het is een stukje educatie voor kinderen is het heel erg leuk. Het is sowieso leuk voor de mensen überhaupt in heel Rijswijk. En voor de minder valide mensen wordt het ook wat toegankelijker. Dat het gewoon leuk is als je mensen een beetje betrekt bij de natuur die eigenlijk in hun omgeving is. Naast mij staat Althea van Gogh, die initiatief heeft genomen om in ieder geval de allersnelste vogel van heel Nederland te kunnen volgen. Ja, al 6 jaar volg ik de slechtvalken intensief hier in Rijswijk. Het was 6 jaar geleden ook echt een uniek geval, eerste broedpaar in de regio. En sindsdien hebben ze tot nu toe elk jaar jongen grootgebracht. En nou ja, voor mij prachtig om te volgen. Maar er zijn een heleboel mensen die het graag zouden willen volgen, maar slechter been zijn, niet naar de toren kunnen komen. En ik ben ook nog juf op de basisschool en ik vind het heel leuk om met de klas ook de slechtvalken te kunnen volgen. Vandaar mijn initiatief om een webcam te plaatsen. Wat een ontzettend mooie combinatie in ieder geval. En dat u dat gebracht heeft tot dit initiatief. Dus daarom mee zouden wij ook graag willen belonen met de ondersteuning van dit initiatief. En hartelijk dank. En dank ook dat u het hiermee ook toegankelijk heeft gemaakt voor alle Rijswijkers en mensen daarbuiten. Veel succes. Ja. Dan wil ik nog eenmaal graag alles voor je, Marloes. Dan wil ik nog eenmaal.